Gina Lisa, zomerhit zit erop. En meteen ook het tweede seizoen van Vlaanderen Muziekland. Hoe kijk je erop terug? Ik kijk vooral met trots terug en ook wel met heel veel plezier en een warm hart, want ik denk dat we een hele fijne zomer hebben gemaakt. We hebben een beetje zomer gemaakt met ons programma, want de zon was er niet altijd bij. Maar ik vind het zeer goed dat we een podium hebben geboden aan onze Vlaamse artiesten. Dat er elke keer weer heel veel mensen op afgekomen zijn. En dat het programma goed gescoord heeft. Zowel waarderingscijfers als kijkcijfers. Het is niet het allerbelangrijkste, maar het is toch wel fijn meegenomen als het gewaardeerd wordt. Er was een beetje gesleuteld aan het concept in vergelijking met vorig jaar. Een verbetering? Ik vind het eerlijk gezegd wel een verbetering. Nu, we konden eigenlijk de rode draad van vorig jaar niet meer gebruiken omdat België geen voorzitter meer is van de Europese Raad. Maar ik denk dat het nu wel helemaal klopt, dat de puzzel iets beter in elkaar valt. Het toeleven naar die zomerhit, het bekendmaken van de genomineerden en ook plaatsmaken voor nieuw talent. En alle mogelijke genres zijn aan bod gekomen en dan denk ik, we zijn goed bezig. Een beetje jammer natuurlijk dat de zomer zelf niet echt heeft meegewerkt en dat er ook geen echt uitgesproken zomerhit was, hè? Ja, maar dat zijn dingen die wij natuurlijk niet in de hand hebben, hè. Het mooie weer proberen wij te maken, maar of de zon schijnt of niet. Ik kan af en toe wel een kaarsje branden of een eiken brengen naar Clara, maar je moet het doen met wat je het krijgt qua weersomstandigheden, hè. En ja, een zomerhit. Vorig jaar natuurlijk Dos Cervezas. Dat was geen twijfel mogelijk dat dat zou winnen. En dat was dit jaar niet. Je had een paar mogelijke kanshebbers, maar ja, tja, misschien is volgende zomer anders. Ja, was het voor jou uiteindelijk een verrassing dat de Joker de zomerhit geworden is? Ik moet eerlijk zeggen wel, ja. Ja. Ik had dat niet verwacht. Ik had eigenlijk mijn geld gezet op Hooverphonic. Die zijn ook in de prijzen gevallen, ja, maar in een andere categorie. Ja. Ja. Je zei al iets over volgend jaar. Betekent dat dat we volgend jaar meer van hetzelfde krijgen? Een nieuw seizoen Vlaanderen Muziekland? Officieel mag ik dat allemaal niet zeggen. Maar tussen ons gezegd en gezwegen, we komen terug. Oké. En nog één slotvraagje. Vandaag was natuurlijk de grote apotheose van het seizoen. Vind je het dan niet een beetje jammer dat je zelf de presentatie ook van deze show niet voor je rekening kon nemen? Ja, is natuurlijk een beetje terug loslaten. Maar het is Radio 2 zomerhit. En de vraag van Radio 2 was dan ook om het te presenteren met hun grote gezichten. Maar ik heb mij geamuseerd in een backstage eigenlijk. Ik had zoiets van, eigenlijk is dat wel eens plezant om het programma op deze manier op te volgen. Oké, een mooi einde dus. Ja, absoluut. Zeker en vast. Dankjewel. Graag gedaan.